Wat is er? Is u meneer daar in al? Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Sascha? Ja? Heb je sigaretten? Ja. Wat is er van brief? Niets bijzonders. Ik moest u zeggen dat het in orde is, mevrouw. Dank je, Thijs. En heeft u verder nog iets gezegd? Henrike! Zijn zuster. Weet je dat je vroegere partner weer in het land is? Wie? Darinov. Zo? Sinds wanneer? Oh, Henrike. Je hoeft tegenover mij geen komedie te spelen. Dat wist jij net zo goed als ik. Maar één ding zeg ik je. Blijf je daarin nog uit de buurt, anders krijg je met mij te doen. Katharina, waar haal je onzin vandaan? Tot de dag van jouw huwelijk heb ik een hondenleven gehad. Heen en weer trekken. Jullie voetveer zijn. Vandaag niet weten of je morgen behoorlijk zult eten. Ik dank ervoor. Jij zou gek genoeg zijn om alles wat we nu hebben daarvoor in de steek te laten. Maar ik begin er niet meer aan. En jij ook niet. Dat eeuwige piano hier in huis, dat maakt iemand gek. Katharina, wat ben je de laatste tijd toch nerveus? Weet je wat jij moet doen? Ga naar de stad. En zoek wat afleiding. Hier. Dank je. Maar dit wil ik je toch zeggen. Je blijft bij Darinov uit de buurt. Stiefdochtertje met een eeuwige piano gekingel. Dat maakt iemand krankzinnig dat ik je voel. Vanavond om 10 uur. Ja. Ja? Aardige jongen, Jan Kerkhoven. Maar geen man voor jou. Hoezo? Waarom niet? Nou, ik bedoel... Hij flirt zo'n beetje met iedereen. Vorig jaar toch ook met mij? Waar ga je naartoe? Ik ga naar boven. Ik heb hoofdpijn. Heel verstandig, kindje. Ga je maar eens vroeg slapen. Ik denk er niet aan. Ik ga niet slapen. Ik wacht op je. Kom, Lisbeth. Je weet dat ik vanavond laat dienst heb. Dienst? Ja, dat ken ik. Sinds meneer Malen met die danseres getrouwd is, tel ik niet meer mee. Gisteravond had je je vrije avond en toen ben je toch met haar uit geweest. Doe toch niet zo gek, jij, met je eeuwige jaloezie. Je weet toch heel goed dat ik vanavond de familie naar het koerhuis moet brengen. En dat het dan altijd laat wordt. De hele dag rondsjouwen met die wagen. En dan s'avonds nog gedonder thuis. Ik heb er genoeg van. Papi, je mag niet zo tegen moeder tekeer gaan. Dat mankeert me nog net. Spuit 11. Zeg, Maatje. Heb jij niet je uitgangsavond? Nee, mevrouw. Ja, maar de kermis begint toch vanavond? Ja, mevrouw. Moet jij daar dan niet naartoe? Maar ik kan niet, mevrouw. En als ik nou eens een extra vrije avond had? Dan kan ik naar de kermis, mevrouw. Hier heb je een rechtsdaalder. En maak me veel plezier. Oh, dank u, mevrouw. En vergeet niet je tuinman mee te nemen. Oh, nee. Die staat al te wachten. Mina Joost, het gaat zo niet langer. Er zijn vandaag alweer 4 mensen om mijn geld hier geweest. En uw kleermaker heb opgebeld. En uw hospita uit Leiden was weer hier. Weet u, die met die 600 gulden. Die is die ergste. Weet mijn vader het? Nee, nog niet. Maar ze heeft gezegd, als u tot morgenochtend 12 uur dat geld niet gebracht hebt, dan gaat ze naar de politie. En naar de rechter. En naar uw vader. Shh. Daar is je vader. Vader. Luistert u eens. Hey, wat is er? Ik heb nog geen tijd, jongen. We gaan uit.
Waar gaan jullie naartoe? Naar Scheveningen. Geen naar Scheveningen? Naar, naar het Kurhaus of naar Darinov Ballet? Darinov interesseert me niet het minst. Henrika. Ben je nog niet klaar? Wees niet boos, liever. Maar ik heb zo'n vreselijke hoofdpijn. Ik blijf maar liever thuis. Vervelend is dat. Dan ga ik ook maar liever niet. Ja, nee, dat zou ik niet willen. Ga jij nu gerust naar het Kurhaus? Zonder jou? Waarom niet? Je bent dol op een goed concert. En ik ga heus liever slapen. Je weet, zonder jou heb ik geen plezier. Lieverd, ik ben te moe. Ga nu alsjeblieft alleen. Het beste, hè? Dankjewel. En veel plezier. Tot straks. Tot straks. Oh ja. En neem je Katharina zo ver mee, want ze wil naar de stad. Joost? Zo, moeder, heb je thee voor me klaargezet? Dat is nog eens lief. Als jij moeder tegen mij zegt, kom jij niet om thee. Vertel op, hoeveel is het deze keer? Je bent werkelijk helderziend, Erika. 600. 600? Onmogelijk, lieve jongen. Ja, maar ik moet het hebben, direct. Ja, het spijt me erg, Joost. Maar ik heb vandaag al iemand anders moeten helpen. Ik heb het niet. Ja, maar als jij me niet helpt, dan weet ik niet wat ik beginnen moet. Als ik morgen het geld niet heb, en bij vader hoef ik daarmee niet aan te komen. Je moet het me geven. Ik heb het niet, Joost. Laat me alsjeblieft alleen. Dan weet ik het niet. Stop even. Zal ik je komen afhalen? Nee, dank je. Ga alleen wel naar huis. Naar het Kurhaus, Thijs. Dus toch. Wat bedoel je? Daarom heeft ze Malletje vrijgegeven en alle anderen weggestuurd. Nou begrijp ik het. Maar dat zal ik er betaald zetten. Ik laat me zo onder mijn eigen ogen niet voor de gek houden. Bedaar toch. Nee, ik bedaar niet. Nee, niet hier. Boven.
Thijs, uit Casanova. Sascha. 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 De Bruin. Ja? Waar is meneer Darinov? Ja, weet u dan niet dat meneer Darinov een conferentie heeft? U moet met de wals beginnen, heeft hij gezegd. Jan, zeg me eerlijk, heb je nooit iets met Enrica? Lieve schat, je stiefmoeder is een knappe mooie vrouw. Maar je weet toch net zo goed als ik dat er voor mij maar één bestaat. En dat ben jij. Zo'n stokster. Dat zal ik je direct zeggen. Wacht even. Ja. Enrica, ik moet om 11:30 in Casanova zijn. Wat is er aan de hand? Moest je alleen spreken. Ik hou het hier niet uit. Mijn man is lief en goed voor me. Ik heb alles wat ik wil. Ik zou dankbaar moeten zijn. Maar ik ben niet gelukkig. Dit leven bevredigt me niet. Enrica, doe open, ik moet je spreken. Ik dacht dat je lang sliep. Wat wil je? Enrica, je weet dat ik van Jan hou. Waarom probeer je je tussen ons te dringen? En hoe kom je er bij mij s'nachts met zulke kinderachtige fantasieën lastig te vallen? Het is geen fantasie. Mijn geluk staat op het spel. Ga nu maar eerst slapen. Morgen spreken we daar wel over. Waarom nu niet? En waarom laat je me niet binnen? Goeie ik laat me door jou niet zo behandelen. Ik ben geen klein kind. En je zult mijn geluk niet in de weg staan. Wie was dat? Oh, mijn stiefdochtertje. Wees niet bang, ze heeft je niet gezien. En je man? Waar is die? Dag, meneer Marland zit in de zaal. Wie? De man van Enrica. Waar? Aan het tweede tafeltje op de eerste rij.
Direct naar huis. Waarom heb je nooit op een brief geantwoord? Enrika, ik zal je de waarheid zeggen. Ik zou niet om mijn verantwoording willen nemen. Dat je dit heerlijke leventje hier helemaal in de steek laat. Om in mee te gaan dansen. Weet ik of het niet een gruf van je is? Dus je wilt niet? Natuurlijk wil ik. Maar zie je, je bent niet getraineerd. We zouden maanden en maanden lang moeten repeteren. Dan zal ik je bewijzen dat ik beter in training ben dan ooit. Hier is onze muziek. We hebben nog een revolver nodig. Wacht, ik weet erin. Zo, die worden niet meer gestoord. Hier is de revolver. Weet je ook zeker dat hij niet geladen is? Ach wat, mijn man en een geladen revolver. Wat is er dan wel gebeurd? Huh? Moordenaar! Moordenaar!
Hé. Inspecteur! Kalm meisje. Inspecteur, onze mevrouw Maland hebben ze vermoord. Ik heb het altijd wel gedacht dat er iets zou gebeuren als ik wegging. Maar ik ben het stil. Bel in ieder geval de Villa Maland even op. In de kamer waar geschoten werd. Mijn hoed! En ga mee! Dat zit hij ook niet. Maak op. Thank you.
waarschijnlijk wel verwacht. Wat deed u bij mijn vrouw? Een vergissing van u zijn, meneer Maarland. Ik was er niet bij uw vrouw. Ik was de hele avond in het cabaret. Het cabaret? U is niet in de muziekkamer bij mijn vrouw geweest. U is daar niet in het raam gesprongen. U is niet van mij weggelopen door de tuin. U heeft geen auto genomen om hier zo gauw mogelijk weer terug te zijn. Nee? Nee. En dat daar? Die modder op die schoenen? Dit is de voetafdruk die we voor het raam van de muziekkamer hebben gevonden. Het klopt precies met de schoenen van Darino. Daarom heb ik hem dan ook maar in voorlopige hechtenis laten nemen. Meneer Maarland, kunt u zich nog herinneren hoe laat u hem uit het raam hebt zien springen? Ja, dat kan ik. Want toevallig sloeg de dorpsklok op dat ogenblik 11 uur. 11 uur? Merkwaardig. En 20 minuten later hoorde ik door de telefoon uit diezelfde kamer muziek. En ik duurde sonaten, iets dergelijks. Juffrouw Lossie, hebt u gisteravond nog piano gespeeld? Ik? Ja, het was echt griezelig. Ik heb het op het politiebureau door het telefoon gehoord. Lucie? Ja? Wil je even boven komen? Hier laten roepen omdat ik zoek een melodie. Ik zoek een melodie die ik gisteren gehoord heb. Het moet iets klassieks geweest zijn. Kunt u me misschien daarbij helpen? Dan kunt u me ongeveer zeggen hoe het klonk. Ja, wacht eens. Het was meen ik zo. Oh, ik geloof dat u de Mondschijnsonate bedoelt. Denkt u misschien dat ik het was die hier gisteravond speelt? Misschien was de radio. Nee, de radio was het niet, helaas. Hoe weet u dat? Ik heb heel nauwkeurig laten controleren wat om 11:20 door alle Europese zenders werd uitgezonden. Geeft u toch toe. Ontkennen helpt u toch niet. Weet u toch verstandig? Dan heeft u herkend toen u uit het raam sprong. Dan heeft u voetsporen gevonden. Dan heeft u op mevrouw Maarland zien schieten. Dat kan niet. Buiten mij was er niemand in de kamer. Aha. Ziet u nu wel? Op deze manier gaat toch alles veel vlugger.
Dus, hoe kwam je aan die revolver? Begrijpt u dat niet? Die revolver was niet van mij. Die hadden wij nodig voor die dans. Een toneelrevolver, een gewoon requisiet. Mevrouw Marland heeft mijn zelfs gegeven en uitdrukkelijk verzekerd dat hij niet geladen was. Op het ogenblik dat het in de dans voorkwam, heb ik geschoten. En toen? Toen u zag dat u mevrouw Marland getroffen had, bent u gevlucht. U bent naar het Casanova cabaret gegaan om u op die manier een alibi te verschaffen. Tja. Dat had ik moeten weten toen ik gisteravond tegenover Darinov stond, dat hij de moordenaar van mijn vrouw was. Bent u daar nog altijd zo zeker van? Twijfelt u dan aan zijn schuld? U mist toch de ring die uw vrouw gisteravond droeg? Ja. Weet u dat die ring niet op Darinov gevonden is? Een kostbare ring. Hoeveel wou je erop hebben? 600 gulden. Ogenblikje. Dat is hij. Wat wil je hebben? 600. Dat is een beetje veel. Na 10 jaar krijgt hij wel. Bel direct de politie op. Hoe komt u aan deze ring? Wilt u soms ontkennen dat ze van uw moeder was? Waarom hebt u bij uw arrestatie in de bank van lening geweigerd daarover nadere verklaring te geven? Ik heb met de moord op mijn stiefmoeder niets te maken. Goed, ik neem aan dat u in het proces verwaal de waarheid hebt gesproken. U heeft dus mevrouw Marika Merlan voor het laatst gezien tussen 7:30 en 7:30. Afscheid van haar genomen en ben daarna direct naar Leiden gegaan. Klopt dat? Zo was het. Binnen. Ah, meester Blankenwaard. Willem. Ik heb verheugend nieuws. Daarin of u bekend. De moord op mevrouw Maarland is opgehelpt. Inderdaad. Zeer verheugend. Ik dank u, meneer Maarland. Wil u zich voorlopig nog ter beschikking van de justitie houden, alsjeblieft? Uitstekend. De bekentenis van Darinov is voor mij nog geen aanleiding om de zaak als afgedaan te beschouwen. Wij weten dat u er eigen methodes op nahoudt, meneer Lund. De justitie volgt uw onderzoeken altijd met het grootste interesse. En u hebt ook vaak verrassende resultaten bereikt. Maar in dit geval, de man heeft toch bekend? Waarom zou u nu nog verder moeite doen? Omdat ik door deze oplossing niet rustig zou kunnen slapen. Darinov heeft bekend. Dat is een geluk. Een geluk? Voor jullie, ja. Jullie zijn er op een gemakkelijke manier van eraf. Katerina. Ach, jou bedoel ik niet. Maar alle anderen hebben er altijd als een indringster beschouwd. Want toch hebben ze allemaal van er geprofiteerd. Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik stoor, maar meneer Maarland, ik moet u iets vragen. Uw vrouw heeft op de dag van de moord een cheque van 500 gulden uitgeschreven. Weet u misschien waarvoor ze dat geld gebruikt kan hebben? Nee. Oh. Ja, dan zou ik u nog iets willen vragen. Ja, het klinkt misschien absurd, maar De vrouw van uw chauffeur moet nogal jaloers zijn geweest op uw vrouw. Ja, ze is sinds gisteravond spoorloos verdwenen. Wist u dat? Daar weet ik niets van. Vraagt u het mijn chauffeur is? O,
Oh, juffrouw Katrien, wat ben ik blij dat ik u zie. Zo, waarom? Er is ons gisteravond iets vreselijks overkomen. U weet wel, Lisbeth, de vrouw van de chauffeur, die is plotseling midden in de nacht bij ons komen binnenvallen. En ze zag eruit alsof ze uren gelopen had. En we schrokken ervan zo verwilderd haar ogen stonden. Nou, en toen? Nou, nu ligt ze met hoge koorts in bed en ze schreef al door dat zij weet wie de moordenaar is. Vreselijk. En wat hebben jullie gedaan? Direct een dokter laten komen, maar die zei het was niet erg. En binnen een paar dagen zou het wel in orde zijn. Het is er helemaal op de zenuwen geslagen. Weet u misschien waar ik Thijs zou kunnen vinden? Thijs? Nee, dat weet ik niet. Maar ik zal wel zorgen dat hij het te weten komt. Ga dan maar gauw naar Lisbeth terug en zeg als ik een deze dagen tijd heb dat ik eens even bij de raam kom. Hoor? Wie gaat daar? Het is die vrouw die in dat afgelegen huisje buiten het dorp woont. Ga eens kijken waar ze naartoe gaat. Volk? Niemand thuis. Zo, en wie ben jij dan, ventje? Ik ben Bertie, en wie bent u? Ik ben inspecteur Lund. Van de politie? Tja. Waar is je vader? Is met de wagen uit. Oh, met dat kleine Fortje, hè? Fortje, hij rijdt de mooiste wagen van heel Holland. Opscheppertje. Dag meneer Lund. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Thijs, ik zou je graag even iets willen vragen. Kom joh, ga jij dan maar even op de wagen passen. Vertel eens Thijs, waar was je gisteravond tussen 11 uur en 11:45? Toen moest ik van meneer Maland op de wagen blijven passen. Oh, maar dat heb je niet gedaan, want de wagen stond onbeheerd. Je was gisteren de hele dag met je wagen in Den Haag, is het niet? Nee. Ik was voor meneer Maland in Rotterdam. Eigenaardig. Hoe komt het dan dat je wagen om 12:30 voor de Twentse bank stond? Enfin, kun je me misschien vertellen waar je vrouw op het ogenblik is? Nou, meneer Lund, om u de waarheid te zeggen, ben ik gisteravond pas om 11:00 naar huis gekomen. En toen heb ik ruzie gehad met mijn vrouw. En die is toen naar haar ouders gegaan in Delft. Zo? Zo, zo. Heer Darinov? Ja, wat wilt u? Lund, inspecteur bij de recherche. Ik heb de moordzaak Arika Maarland in onderzoek. Hebben jullie mij dan nog niet genoeg gemarteld? Ik heb dat bekend. Ja, daarom ben ik juist hier. Maar het zal ons onderhoud wel veraangenamen wanneer u mij niet als uw vijand beschouwt. Houdt u van klassieke muziek? Ja. Ik bedoel, hebt u bijvoorbeeld voor uw dansen wel eens klassieke muziek gebruikt? Ook. Wat bijvoorbeeld? De Liebe, Chopin, Tchaikovsky. Beethoven? Nee, Beethoven niet. Ach, maar u houdt toch van Beethoven? Ja, ik ken hem te weinig. Nou ja, maar enkele van zijn meest beroemde werken moeten u toch wel bekend zijn. Bijvoorbeeld de 9e symfonie, de pathetiek, de Mondscheinsonate. Meneer, bent u hier gekomen om met mij over muziek te spreken? Ja, inderdaad. Ja, ik zou graag eens wat met u willen praten over... Over de Mondscheinsonate. Die ken ik helemaal niet. Speelt u piano? Wel, maar een klein beetje. Wat te repeteren van mij alleen, verder niets. Jammer. Werkelijk heel jammer. U hebt dus in geen geval op de avond van de moord in de muziekkamer van de Villa Maarland de Mondscheinsonate gespeeld. Nee?
U hebt u ook niet laten voorspelen. Nee, wat wilt u van mij? Darinov, u bevindt zich in een hopeloze situatie. Meneer, ik heb op Enrika Maland geschoten. Ik heb de verklaring afgelegd onder welke omstandigheden het schot viel. Ik heb de hal bekend. Precies, maar die bekentenis bevalt mij niet. Daar ontbreekt nog het een en ander aan. U heeft zich die zaak te gemakkelijk voorgesteld. U vergeet dat wij mannen van de recherche zo'n moord zeer grondig en tot in alle finesses onderzoeken. In ernst, meneer Darinov. U poseert als slachtoffer van een tragisch toeval. Gelooft u dat die houding indruk zal maken op de rechtbank? Onderschat u niet de uitwerking op uw rechters van een effectvol requisiteur, van een officier, het Openbaar Ministerie. Stel u dat eens voor, wanneer de officier daar staat in zijn volle waardigheid en zijn aanklacht beëindigt als volgt. Meneer de president, nadat ik u zo even het verzamelde materiaal heb voorgelegd, wil ik mij thans bepalen tot de daad zelf. Stelt het geval dat de bekentenis van Darinov juist was, dan ontbreekt voor mij nog de beantwoording van de volgende vijf vragen. Ten eerste, waarom heeft beklaagde zich niet direct bij de politie aangemeld, wanneer het slechts een ongeluk betrof? Ten tweede, er zijn in de kamer twee patroonhulzen gevonden. Waarom bekent beklaagde het ene ongevaarlijke schot wat de spiegel trof en ontkent hij het tweede? Ten derde, waar is de revolver? Ten vierde, de kamer van de moord was op slot. Waar is de sleutel? Ondanks grondige huiszoeking niet te vinden. Ten vijfde, waarom is beklaagde 's avonds om 9 uur, vlak voor zijn optreden, wat hij zelfs daarvoor nog moest uitstellen, naar de Villa Maarland gegaan voor een vriendschappelijk onderhoud met de vermoorde? Een onderhoud dat hij op ieder ander tijdstip en op een volkomen neutrale plaats had kunnen hebben. Zolang deze vragen niet stuk voor stuk beantwoord zijn, mag ik niet twijfelen dat deze moord met voorbedachte rade is gepleegd. En zal ik daarvoor de zwaarste straf die de wet mij toestaat, moeten eisen. Mij staat vast dat één feit belangrijker is dan alle anderen, namelijk het mysterie van de Mondscheinsonate. Ik heb door de telefoon de Mondscheinsonate gehoord. U was in de kamer en beweert die muziek niet te hebben gehoord. Ja, ze zelfs niet te kennen. Nee. Al kloppen al uw verklaringen, ook 100 maal. Geen macht der wereld zal u kunnen redden wanneer dit mysterie niet volkomen is opgelost. Wie heeft gespeeld? Wie heeft de telefoon van de haak genomen om het verraderlijke bellen te doen ophouden? En hoe komt het dat de muziek plotseling ophield? Wanneer ik deze vragen zal hebben beantwoord, dan zullen wij ook weten waar de revolver is, wie de sleutel verstopt heeft en of u een moordenaar bent of het slachtoffer van een ongeluk. Ik geloof dat de crisis voorbij is. Ik kom morgen nog wel eens in jullie kijken. En zet u dat raam wat open. Een beetje frisse lucht kan geen kwaad. Tot morgen dus. Laat haar maar rustig slapen. Ik dank u wel, dokter. Ik weet het. Ik
weet het. Meneer Lund, wat is er toch gebeurd? Ik dacht dat ik een schot hoorde. En opeens komt er een grote man, loopt me ondersteboven. En mijn mandje met alles wat ik verliefd heb tegen de grond. Welke kant is hij opgegaan? Daar, die kant op. Hmm. En hoe zag hij eruit? Een zwarte hoed en een lichte regenjas. Nagaan. Gelukkig is er niets ernstigs gebeurd. Gaat u maar rustig mee naar binnen. Heel vriendelijk. De dader geeft me een belangrijk spoorcadeau. Radio Hilversum. Ja. Recherche Boshagen, inspecteur Lund. Hoe staat het met mijn informatie? Juist. Een technische storing dus. Ik dank u. Heb je de broer van de chauffeur gevonden? Ja, meneer, hij werkt in Amsterdam. Ik kan elk ogenblik het procesverbaal verwachten. Mooi. Nog iets? Ja, meneer, de kranten. Eens even kijken wat de couranten te vertellen hebben. Er staan er vol van. Het publiek is belust op sensatie. Het spaart niemand in zo'n geval. Zelfs mij niet. Tja, maar het publiek is toch ook niet gek, meneer Maland. Het ziet de feiten toch net zo goed als wij, nietwaar? Bijvoorbeeld het briefje uit het cabaret. In razend tempo naar huis. Om 11 uur de indringer uit het raam zien springen en om 11:45 een pas ter verantwoording roepen. Ik als vakman moet heel voorzichtig zijn. Zo'n kleine verdenking zou mij op een dwaalspoor kunnen brengen en dan komt de oplossing dikwijls uit een heel andere hoek. Die tuinman heb ik gisteren ondervraagd. Is die te vertrouwen? Hij had in ieder geval een heel goede getuigschrift. Ik dank u, meneer Malen. Spioneren ze elkaar. Maar daar hebben wij toch niets mee te maken? Jawel, Jan, wij ook. Waarom dan? Ik ben bang, Jan. Ik ben bang. Waarom?
Waar is het hangertje dat ik je gegeven heb? Ik weet het niet. Dan zou ik dat gelaten hebben. Misschien heb je het verloren. Een ogenblik. Licht kunt u toch veel gemakkelijker zoeken, juffrouw Lucie. Maar ik geloof dat ik al gevonden heb wat u zoekt. Is het dit? Goedenacht. Heus niet zo lang werken, meneer. Ik ben zo klaar. Ga jij maar gerust naar huis. Nog iets? Ja, meneer, ik wou u vragen of ik niet de nachtdienst mocht overnemen. Ik woon nogal tamelijk ver weg en allebei de banden van mijn fiets aan lek zit u. Goed, jongen. Hij gaat. Drinkt met thee, juffrouw Lucie? Ondanks wat er daarnet gebeurd is. U bent een slecht mens. Hoezo, juffrouw Lucie? Omdat u iedereen verdenkt. Nog een beetje suiker, alsjeblieft. Dat heeft iedereen aan zichzelf te wijten. En u denkt u dat ik Enrica... Ik moet niet denken. Ik moet bewijzen.
Is er iemand? Meneer! Wat is er? Nou, ik heb u toch wel gezegd dat u niet zo lang moest arbeiden? Ik geloof dat ik hier gisteravond bezoek heb gehad, Piet. Bezoek? Hoezo? Is er dan iets bijzonders gebeurd, meneer? Nee, niks bijzonders. Er heeft alleen maar iemand vergif in mijn thee gedaan. Vergif? Ja, wie zou u nou hebben willen vergiftigen? Kom, denk nou eens goed na, Piet. Hè? Natuurlijk dezelfde die me van Marland heeft vermoord. Die Liesbeth wilde ombrengen. Als je eenmaal iemand op het spoor bent en de netten steeds nauwer toehaalt. Hè? Zie je, hier moest eigenlijk de naam staan van... Binnen! Oh. Deze keer komt er tenminste iemand binnen als er geklopt wordt. Meneer Marland laat vragen of het vanavond nog doorgaat. Ja. Zeg maar dat ik de familie om 10 uur in de muziekkamer verwacht. Nou, wat er tot nu toe bekend is, schijnt voor de politie de schuld van Darinov vast te staan. Er zijn alleen nog een paar kleinigheden die ik graag zou willen ophelderen.
Er staat iemand buiten, Thijs met zijn zoontje. U vindt wel goed, meneer Maland, dat ik hem even binnen laat komen. Dank u. Thijs, kom binnen. Dag, Nelen. Dag, jongen. Dag, Bertie. Wij zijn al oude vrienden, hè? Ja. Ik heb iets voor je meegebracht. Kijk eens. Ah, fijn. Dank u wel, hoor. En dan zal ik de dames en heren hier eens verraden wat jij mij laatst verteld hebt. Weet je nog, die avond, dat je moeder je naar bed had gestuurd? En dat jij natuurlijk direct toen naar bed bent gegaan, hm? Ik ben toch niet naar bed gegaan? Nee. U bent het al lang vergeten. Moeder was s'avonds toch zo boos. En ik moest naar bed. En toen ben ik met papi achterna gelopen. En omdat er hier in de kamer licht brandde, wou ik eens zien wat hij hier deed. En toen ben ik in die boom geklommen en toen kon ik in de kamer kijken. Stond mevrouw Maarland op en keek hem na. U ziet, dames en heren, dat Darinov de moordenaar niet was. Thijs, waar zijn die 500 gulden van de cheque van mevrouw Maarland? Dat weet ik niet. Thijs, bedenk wat op het spel staat. Het is je eigen belang nu de volle waarheid te zeggen. Anders dwing je me je broer zelf als getuige op te roepen. Mevrouw Maarland heeft me die 500 gulden gegeven. Om mijn broer uit de gevangenis te houden. Goed. 500 gulden? Als ik die had, hoefde ik mijn hele leven niets meer te doen. Ach wat, dat is toch niet genoeg voor ons tweeën? Papi. Papi. Wat is er, jongen? Komt alles nou weer in orde en gaan we moeder nou halen? Ja, zodra je moeder weer beter is, dan komt ze weer naar huis, hoor. Meneer Joost. Ja? Hoe kwam u aan die ring die u op de ochtend na de moord hebt willen belenen? Waarom hebt u verzwegen dat u om 11:15 uw stiefmoeder nog gesproken hebt? Ze had bezoek. Juist. U had gezien dat ze Darinov binnenliet. En later in haar boudoir hebt u haar gedreigd dit bezoek van Darinov aan uw vader te vertellen wanneer zij uw ring niet gaf. Zo is het toch gegaan, nietwaar? Ja. Dit alles neemt niet weg dat u onder zware verdenking staat. Hoe laat hebt u die auto genomen? Kunt u bewijzen dat u gedurende de moord niet meer in huis was? Ik weet niet meer hoe laat het was. Maar ik weet het. Visser. Dit is mijn speciale vriend Visser. De eigenaar van de garage waar u die wagen genomen hebt. Ziet u, inspecteur, hier staat het. Die avond heb ik de jonge meneer Joost zelf om 10:45 naar Leiden gebracht. Ik heb hem zelf gereden. Ja, niet dat meneer me al betaald heeft. Ja, dat komt wel in orde, maak je daarover maar geen zorgen. Dat doe ik ook niet, dat is alleen maar vanwege de goede orde. En heeft u geld nu gekregen? De hoofdzaak is dat ik de jonge meneer zijn aangewezen heb. De Mondscheinsonate. De Mondscheinsonate van Beethoven. Dat kwam mij al dadelijk enigszins mysterieus voor. En juist dat mysterie van de Mondscheinsonate is voor mij de sleutel geworden tot de oplossing van de gehele moordzaak. Ik stel mij voor dat toen ik opbelde, iemand hier de telefoonhoorn opnam, de radio afzetten, de kamer verliet en de deur aan de buitenkant afsloot. Daarbij werd dit hangertje van een armband afgerukt.
Juffrouw Lucie, vlak voor de deur van de muziekkamer hebt u dit verloren. Dat is niet waar. Zo is het niet geweest. Ik heb het niet gedaan. Nee, u heeft het ook niet gedaan. Alsjeblieft. Dit haartje hebt u verloren bij een woordenwisseling met uw stiefmoeder over Jan Kerkhoff. Weet u dat ook al? Ja, dat weet ik ook al. Dat was niet zo moeilijk, want Darinov was getuige van dat gesprek. Wat betekent die komedie, meneer Lund? Die betekent dat ik verplicht was ieder spoor te volgen. Op het ogenblik dat de moord gebeurde en u bewusteloos boven de trap lag, is die deur ook werkelijk aan de buitenkant afgesloten. Als ik toen de sleutel direct had kunnen vinden, dan zou de dader nu niet meer op vrije voeten rondlopen. Maar gelukkig heeft de dader een fout begaan. Er is namelijk een arme, zieke vrouw die toen ze gehoord heeft dat mevrouw Erika Maarland vermoord was, reden had om aan te nemen dat haar man de dader was. In haar ijlkoortsen heeft ze steeds geroepen, ik weet, ik weet. Toen de werkelijke dader dit aan horen kwam, is het bewaarheid geworden dat de ene misdaad de andere naar zich sleept. Want niet alleen dat hij geprobeerd heeft mij gisteravond te vergiftigen, wat ik hem persoonlijk niet kwalijk neem, want dat is nu eenmaal het risico van mijn beroep. Maar hij heeft ook gedacht de vrouw van de chauffeur om het leven te maken. Kunt u zich nog herinneren, die avond toen u haar ging bezoeken, wat een plezier het mij deed deze revolver te vinden? Uw revolver, meneer Maarland. U hebt mij gisteren op de borg niet verteld waar u geweest bent tussen 11:15 en 12:15. Omdat u weet dat de moordenaar van uw vrouw toen in de villa was. Maar de moordenaar van uw vrouw weet niet dat er op dat ogenblik in het boudoir iemand stond die van A tot Z alles gehoord en gezien heeft wat er hier gebeurd is. Gelogen. Ik heb gekeken. Dat klopt. En nu klopt er ook nog iets anders. En wel dat u met deze sleutel, die de tuinman u in de vijver zag gooien, deze deur hebt afgesloten. Nadat u uw zuster had vermoord. Het ogenblik lijkt me nu gekomen om ons rustig te vertellen hoe u tot deze daad gekomen bent. Ja. Ik zal alles zeggen. Ik heb toch geen rust meer. Ik begrijp. U bent dus op die bewuste avond om 11:00 thuisgekomen. U heeft het schot gehoord. Is van schrik flauwgevallen en... En toen ik weer bijkwam, begreep ik wat er tijdens mijn afwezigheid gebeurd moest zijn. Spiegel kapot. Wie was er even bij? Gaat je niets aan. Bemoei je alsjeblieft met je eigen zaken. Dan zal ik het je zeggen. Darinov.
Ha, ik ben niet goed wijs. Ik ben zo goed wijs dat ik vanmiddag al een voorgevoel had dat hier iets ging gebeuren. En toen heb jij het geluk gehad mijn gedachten af te leiden. Probeer me er maar niet tegen te spreken. Je hoeft me geen antwoord te geven. Ik zie het wel. Er wordt weer tegenschonken. Een spiegelstuk geschoten. Ik heb het schot gehoord. Waar is de revolver? Waar is de revolver? Daar ligt hij. Wil je nou nog ontkennen dat je met Dari nog gerepeteerd hebt? En wat dan nog? Enrica. Ik smeek je, gebruik toch je verstand. Je beseft je eigen geluk niet. Je hebt met Maarland alles wat een vrouw als jij maar wensen kan. Hoe heb je de moed om al die weelden die rust in een hoek te trappen voor het ellendige bestaan dat we vroeger hadden? Heen en weer trekken. Sjouwen van de ene uithoek van de wereld naar de andere. Akelige hotels, broert ongeregeld eten, stoffige treinen, stinkende kleedkamers. Ja, ik snap naar die stinkende kleedkamers, ik snap naar die treinen, naar het leven. Ik moet er hieruit. En als je niet met me mee wilt doen, dan laat je het. Dan ben ik eindelijk van je verlost. Wat? Jij wil me eruit gooien? Doe die revolver weg. Jij wil me eruit gooien? Doe die revolver weg, zeg ik je. Ik? Die als een moeder voor je bent geweest? Een moeder? Uitgebuit heb je me. Dag en nacht heb ik voor jou kunnen ploeteren. Je bent krankzinnig. Doe die revolver weg en mijn huis uit. En je kunt voor de rest van je leven voor jezelf zorgen. Toen heb ik in een vlaag van waanzin mijn eigen zuster doodgeschoten. En verder? Vriends. Hallo, hier Radio Hilversum. Dames en heren, ten gevolge van een technische storing moeten we onze uitzending uit het Palais de Danse onderbreken. Wij geven u daarvoor enige grammofoonplaten. En als eerste de Moonshine Sonate van Beethoven. Thank you.
zijn weer net zo gaan liggen als toen Maaltje de politie ging halen. Nou, kom. Beloof me, het is beter zo. Je bent nu toch ook van een zware last bevrijd, niet?